In onze reeks Sterke Tijden bevinden we ons in de kersttijd. Heer, u schenkt ons vrede, want ook ons eigen werk hebt u voor ons verricht. Wat roept dit beeld bij jou op? En wat zou het kunnen te maken hebben met de kersttijd? De Jezusdetector. Someone's buried my present. Dan ben je op zoek. Je bent op zoek naar een schat. Je bent op zoek naar iets. Een goudzoeker. Iemand die rijkdom zoekt. Enerzijds ben je op zoek naar waar kan ik mezelf een beetje aan verbeteren. Wat kan ik ook nog leren van de verhalen, alhoewel ik die zoveel al heb gehoord. En hoe kan je daarmee dan je zoektocht eigenlijk naar een beter christen zijn, maar ook gewoon naar een beter mens zijn, eigenlijk verbeteren? Voor mij is Jezus zelf de grootste schat die de mensheid ooit ontvangen heeft. Hè. Als je vraagt aan leerlingen wat vieren we op kerstmis, niet iedereen weet dat nog. Ik vind het heel verrassend, ik vind het heel vreemd. Maar niet iedereen weet dat nog. En ik moet leerlingen echt bij de hand nemen om Jezus van onder het stof of onder het zand te halen. En soms zijn er zelfs leerlingen die thuis een kerststal hebben staan, maar dat is routine geworden. Die stal staat daar. En die dan nog zeggen, als ik vraag wat vieren we op kerstmis, ah, de verrijzenis van Jezus, mevrouw. Ja, pardon? Staat er bij jullie thuis een kerststal? Ja, natuurlijk, mevrouw. Ja, maar wat zit er daarin? En die dan, ah ja, de geboorte. Dus dat is zo verwaterd of zo onder het stof dat we inderdaad misschien wel een detector nodig hebben om hen er terug van onder te halen. Misschien een leuke om in elkaar te knutselen, de Jezusdetector. En waarom hebben wij dit voorwerp nu precies gekozen? Ik vind het intrigerend om mensen te zien rondstappen met een metaaldetector. Of het nu een weiden of een bouwterrein of een strand is. Af en toe zie je dat. Mensen die hopen dat er onder de grond iets zit wat hen blij zal maken. En die daarvoor uren en uren rondlopen, wachtend op een signaal. Ik vind het echt intrigerend. Want dan gaat er bij mij zo'n soort van rationeel elementje aan het draaien. Dat zegt, stel je voor dat die iets vinden en dat is 500 euro waard. En die hebben daar dan 24 dagen voor rondgelopen voor ze dat vinden. Hoeveel worden ze dan betaald per uur om dit te doen? Zoiets gebeurt er dan bij mij. En dat gaat natuurlijk helemaal voorbij aan de essentie van de zaak. Want ik denk dat je rondlopen met zo'n metaaldetector niet doet om iets te vinden, maar om te zoeken. Soms is het zoeken veel belangrijker dan het vinden. Is dat ook niet zo in het gelovig leven? In Bijbelse termen is God zoeken een attitude die gevraagd wordt van het volk van God permanent. Voortdurend op zoek gaan naar God in de wereld. En hopen en verwachten dat je daar ook het diepste geluk vindt. Heil. Misschien zou het nog niet zo slecht zijn dat wij, die tot de kerkgemeenschap behoren, een metaaldetector aanschaffen en beginnen rond te lopen. Zichtbaar rond te lopen, zodanig dat mensen geïntrigeerd zijn. Wat zoeken die eigenlijk? Wat hopen die te vinden? En dat er dan af en toe toch een signaaltje afgaat. Dat het piept, dat we opgraven en dat we tonen wat er allemaal onder de grond zit aan rijkdom. Waar kan jij gaan zoeken naar God? Buiten het kader van de plekken waar we dat sowieso doen. Hè? Kerkgebouw en een kapelletje enzovoort. Maar in onze gewone wereld. Op de stranden, de pleinen en de weides van onze samenleving.
Waar kan het de moeite waard zijn om God te gaan zoeken? Wat roept deze vraag bij u op, monseigneur? Waar is God te vinden als je hem niet te ver wilt gaan zoeken? Hè? Want dat is toch het punt. God veraf, daar heeft ongeveer niemand een probleem mee. Als God zodanig ver zit dat je hem amper kunt raken en vooral hij jou niet kan raken, ja, dan mag hij er zijn of niet zijn, dan maakt het geen groot verschil uit. Hè? Maar als je God dichtbij wil zoeken, dan maakt het wel een verschil uit. Ik kan moeilijk anders nu aan het einde van dit jaar. Morgen is de 31ste, dat is dan feestdag. Ik denk dat de meeste mensen dan in de keuken al zullen bezig zijn met hapjes klaar te zetten. Al is het voor een kleine bezetting. Toch nog een dag om wat terug te kijken op het voorbije jaar. Waar zat God? Waar is God in dat corona-jaar? En dat is een heel terechte vraag. Gods aanwezigheid zullen we nogal een keer in vraag stellen wanneer het niet goed gaat. Waar zat hij begot dat dit ons begot, dat dit ons moest overkomen? Goed, ik denk dat je dit jaar ook niet ver moet zoeken om te zien dat God in datgene is wat een mensheid in het groot en in het klein organiseert wanneer het erop aankomt mekaar erdoor te sleuren. In het groot, dan heb ik het over de zoektocht naar een vaccin die heel het menselijke brein opeist en de organisatiekracht over de grenzen van geloof en ongeloof heen, maar die het menselijke verstand opeist om eruit te geraken. Even goed als in het klein, in de ziekenkamer, in de woonkamer, in een woonzorgcentrum, of het verdriet bij mensen thuis die elkaar proberen recht te houden, ik zie daar God in. Hè? In de gedeelde vreugde en in de gedeelde rouw. Hoe God daarin zit, dat is moeilijk uit te leggen. Als diegene die er is, die meeleeft, die moed geeft, die toekomst biedt, op heel verschillende manieren. Je kunt er heel veel woorden op zeggen. Maar dit kleurt nu ook een klein beetje mijn gebed naar het einde van het jaar. Als je op het einde van het jaar zegt, God, je zijt bedankt. Dan gaat dat niet, God gezegd bedankt, omdat je ergens in uw hemel bent blijven zitten, maar God gezegd bedankt ook om al datgene wat ik mensen heb zien doen, op heel kleine en op heel grote schaal, om samen het beste uit de mensheid te halen en zulk een pandemie te overwinnen. Kerstmis 2020, dat ziet er zo uit. Zelfs als hij komt met de bedoeling iets te geven, ziet men de armen in het huis van de rijken als bedelaar. Een doordenker. Nog meer mooie citaten op deze gevel. Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Geven is een zaak van talent. Het is de gevel van Huize de Fraula in de Klapeistraat. En interessant is dit kleine mozaïekje voor de deur. Je zou er zo voorbij lopen. Een pelikaan. En dat wordt gezien als een symbool van altruïsme en vrijgevigheid. Ja, Huize de Fraula, dat is een pand waar eigenlijk al best wel lang veel over te doen is. Het is in handen van het OCMW. Heeft al vele jaren gediend als opvanghuis, maar is leeg komen te staan, is dan een tijdje in een kraakpand geweest, maar in de goede zin van het woord, als in er was een goed contact met de buurt, er was een weggeefwinkel en een volkskeuken, maar dan heeft dat ook plaats moeten ruimen en dan heeft het OCMW het pand willen verkopen. Dat is dan uiteindelijk niet doorgegaan en nu zijn de plannen om het pand te renoveren, zodat het in de toekomst weer gebruikt kan worden om vooral psychiatrische patiënten in op te vangen.